Mijn naam is Dutchtuber en vandaag bevind ik mij in een Minecraft-wereld met daarin de meest beruchte Minecraft-gevangenis aller tijden. Ik geloof niet dat jij deze video eerder kunt liken dan dat ik het enorm domme besluit kan nemen om hier naar binnen te gaan. En de challenge begint nu, jongens en meisjes. Ik ga naar binnen. Wacht eens even. Is het misschien niet verstandig dat ik eerst even kijk wat er in de kist zit? Ik weet het niet hoor, ik ga de engste gevangenis in. Oh nee toch. Een diamond sword met sharpness 5 en knockback 2. Bijna fully golden armor en ook nog eens een aantal appels. Wij gaan de gevangenis in. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Het kan van alles zijn. Het is in ieder geval de gevangenis die een soort van losgeslagen is. Alle guards zijn gevlucht en de directeur van de gevangenis, die is op een vakantie van ongelimiteerde tijd. Dus er staat een bordje met don't erop. Met andere woorden, er staat een bordje waarop staat dat ik beter niet naar binnen kan. Het is toch niet zo dat de gevangenis hebben overgenomen, hè? Toch? Het zijn nu al allemaal mobs die mij lastigvallen. Of misschien zijn de mobs wel de gevangenen. Dat is ook nog een mogelijkheid. Laten we gewoon rustig naar binnen gaan om te kijken wat wij hier tegenkomen. Ik ben eerlijk gezegd een beetje zenuwachtig. Jongens! Wie was dat? Is waarschijnlijk een van de guards. Sorry. Ik bedoel, ze zullen waarschijnlijk niet allemaal ontsnapt zijn. Guard, zou je me voortaan niet meer zo willen laten schrikken? Guard, ik vind het niet leuk. Oké, jongens, ik ben terug en ik heb mezelf iets beter uitgerust. Ik heb op dit moment full iron armor. Ik heb een aantal potions waarvan er één zorgt voor snelheid en de ander voor strength. Ik heb een aantal golden apples. Ik heb een diamond sword en ik heb een boog. Ik weet niet wat mij nog staat te wachten in deze gevangenis, maar ik denk dat ik het nodig ga hebben. Oké, laten we gewoon even rustig rondkijken. Ik heb namelijk begrepen dat er een diamant verstopt zit binnen deze map en dat die te vinden is op de yard. Jongens, oh nee, ze hebben buitentijd op dit moment. Wie zijn dat? Ik zie iemand met, oef, hij ziet me bijna. En wie hebben we daar? Oké, ik ga ze proberen op afstand te raken. Wegwezen! Come on! You got the shop! Oh, ze zijn met zoveel! Ik zie Freddy staan. Ghostface? Oké, weet je wat? Misschien moet ik maar gewoon voor de aanval gaan. You got this! Oké, ik kan dit niet. Jawel, you got this! Nee, serieus, ik kan dit denk ik niet. Oh, jawel, je... Oké, weet je wat? We gaan er gewoon voor. Misschien moeten we gewoon proberen ergens binnen. Oh jongens. Ze komen met z'n drie op af. Ik heb er eentje ingemaakt. Kom op. Deze twee nog. Alleen deze twee nog. Rustig. Job, you got this man. Nee. Ze zijn zo. Oh nee jongens, we moeten snel zijn. Al mijn spullen liggen hier. Nee. Come on! Dit is zo creepy. Jongens, ze zijn zo sterk! Wat moet ik hier tegen doen? Hoe ga ik ze in? Oké, wacht. Ik moet gewoon heel slim zijn. Hij ziet me nu nog niet. Ik moet eigenlijk mijn armor proberen te krijgen. Oké, rustig. Oké, wegwezen. Come on! En nu rennen. Nu letterlijk gewoon rennen. Hij zit nog achter me. Ah, waarom zijn ze zo sterk? Waarom? Ik ga ze echt nooit... Wacht. Nu misschien wel. Rustig. Golden appeltjes. Ja. Ik moet ze proberen allemaal in te maken, jongens. Dat is de challenge. Snel. Mijn zwaard. Nice. Snel. Come on. You got this job. Ja. Nice. Alleen Freddy nog. Yes. I got them. Oké. Ik moet in de gevangenis gaan werken, denk ik. Nee. Ik blijf liever YouTube-filmpjes maken. Dit is niet mijn ding. Strength, speed en een golden appeltje. Dat ga ik waarschijnlijk nodig hebben. Dit was echt letterlijk de meest intense battle die ik heb meegemaakt. Naast mijn derde keer te laat komen in het wiskundelokaal. Dat was echt een intense battle. Maar dat terzijde... Oh ja, en trouwens dat ik Soraya haar ponyknuffel 's nachts had geleend omdat ik een nachtmerrie kreeg en zij hem terug wou. Dat was ook een intense battle. En toen Jaehoon zag dat ik zijn laatste chocolate chip cookie opat. Dat was ook een intense... Oké, er zijn genoeg intense battles geweest. Oké, het is duidelijk. Maar laat ik heel snel mijn armor aantrekken. Want ik heb zo'n idee dat ik het misschien nog wel nodig ga hebben. Wacht eens even.
Ik denk misschien dat ik hier naar binnen kan. Jongens, er staat hier een kist. Dit zijn alle wapens van de bad guys. De zaag van Leatherface, de handschoen van Freddy. Jongens, hier gaan wij een eind mee komen. Laat ik eerst even mijn iron armor omwisselen met het diamond. Yo, dit is allemaal zo spectaculair. In plaats van dat ik deze kant op ga, wil ik eigenlijk weer even terug gaan naar buiten. Ik denk werkelijk waar dat dit de meest intense battle is die ik in tijden heb meegemaakt. Oké, even kijken. Misschien moeten we nog even een van de cellenblokken checken. Zijn hier mensen binnen? Oeh, jongens, ik word aangevallen. Oké, gelukkig. Het is niet een van de grote bad guys. Het is gewoon een simpel skeletje. Ik wil niet zeggen dat jullie niks voorstellen, maar jullie zijn wel wat minder eng dan alles wat hier zit. Yo, al deze cellen zitten ook gewoon gevuld, jongens. Ik kan me herinneren dat toen ik hier net was, dat dat niet zo was. Maakt verder niet uit. Wat is dit? In geval van nood, hendel omhalen. Nou, ik denk dat dat daar buiten net wel nood was. Ik haal de hendel even over. Jongens, wat heb ik nou eigenlijk zojuist? Oké! Oh, dit was geen verstandig idee. Oh, dit was geen verstandig idee. De cellen zijn open. Oké, rustig, Job. Oh, jongens, oké. Evacuatietijd. Evacuatietijd! Oh jongens, nee! Ze zijn allemaal zo sterk! Nu snap ik dat iedereen weg is gegaan uit deze gevangenis en aan het toilet te ruiken is hier inderdaad, oef, niemand meer geweest de afgelopen tijd. Jongens en meisjes, ik weet niet wat ik van deze gevangenis moet vinden, maar ik denk dat ik er genoeg heb gezien. Alleen, waar is die diamant verstopt? Want als het goed is, zit er dus ergens een diamant verstopt. En als je die gevonden hebt, dan zou je klaar zijn met deze map. Ik geloof... Jongens? Wie is dat? Kom ik daar? Oké, rustig, Job. Rustig, Job. Kom hier! Uh-oh. Oh, hij is aardig. Nee, hij is niet aardig. Ik herhaal, hij is niet aardig. Ik ga de zaag pakken. De zaag. Oh, jongens, deze zaag is epic. Deze zaag is epic. En hij werkt. Maar wat ik wou zeggen... De yard leek mij op dit moment wel de meest drukke plek als het gaat om van dat soort bad guys. Dus misschien dat hij hier ergens verstopt ligt. Like, als er inderdaad een geheime diamant zou zijn, dan zou die hoogstwaarschijnlijk verstopt liggen op een plek waar die goed verdedigd wordt. En dat is toch wel hier geweest. Nu niet meer, maar net wel, toen al die bad guys er rondliepen. Even kijken, is hier misschien wat? Nee, waar... Yes! De Forbidden Diamond! Uh-oh, ga weg jij! Ik heb hem gevonden, jongens. En weet je wat? Ik ben eerlijk gezegd wel klaar met deze gevangenis. En ik wil hier, ik ga het mes van Ghostface gebruiken. Hopsakeetje. Ik heb het hier wel gezien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? En moet ik vaker naar rare Minecraft gevangenissen gaan met allemaal verschillende soorten mobs en dergelijke die daar dan in zitten? Gelukkig zitten ze in het gat en kunnen ze mij nu niks meer maken. Persoonlijk hou ik best wel van het eindgoed al goed verhaal. He, dat je ergens mee begint, dat het misschien niet helemaal lekker loopt in het begin, maar dat het wel weer goed komt. En ook hierbij ga ik proberen dat toe te passen. He, de gevangenen die waren overduidelijk een beetje aangebrand. Net zoals mijn ei van vanochtend. Wat ik bedoel te zeggen, ze zaten in een gevangenis zonder guards, zonder medemens. Dat is niet leuk. En het was er ook totaal niet veilig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de veiligste Minecraft map ooit gedownload. 6248. Nou, daar gaan we. 6248. Hebben we hem goed? De poort is geopend, jongens. Oh. Hij is weer teruggegaan. Maar, oh, nee, jawel. Ja, de poort is geopend. Bijna. Oh, ik kan er eigenlijk al in. Ik wou eigenlijk wachten nog een keer, maar dat hoeft helemaal niet. De poort is geopend en dit is het huis waar het om gaat. Als het goed is, het meest veilige huis ooit. Ze hebben nu een mooie woonkamer. Ze kunnen doen waar ze zin in hebben. En als het goed is, is er ook nog een bovenste verdieping. Ja, jongens, kijk dan. Hiermee kunnen wij alles laten vullen met water. Dat zorgt ervoor dat mensen eerst moeten zwemmen voordat ze ergens uitkomen. Nou, ze hebben nu in ieder geval een veilig huis, jongens. Ik hoop dat dat een beetje een eindgoed al goed is. En kijk ook hoe mega dat huis is. Hiermee, wow! Hebben wij nou gewoon zojuist een paard met diamond armor gespawnd? Are you serious right now? En wat is dit ook weer? Dit is geloof ik ook een soort van geheime gang die wij kunnen openen. Not sure about it? Ja, kijk dan jongens. Ze hebben gewoon hun geheime gangen. En dat leidt ook nog eens naar... Oeh. Yellow record. Dus als ik deze hierin doe, dan... Dit gaan ze sowieso nice vinden. Dit gaan ze sowieso nice vinden. Alleen weet ik niet hoe ik hier doorheen moet komen. Ik denk via deze knop. Ja, kijk dan jongens. Ze hebben gewoon hun geheime bunker. Ik heb deze map al een keer eerder gespeeld. En ik weet gelukkig hoe het werkt. Even kijken. Je moet er zeg maar voor zorgen dat alle uiteindes van de redstone fakkels tegen de lamp aankomen te staan. En dan heb je hier een megakist met beveiliging. Eindgoed al goed. Bedankt voor het kijken. En adios.